In deze film geef ik de Nederlandse vlagstructuur. En om die vlagstructuur te geven, moet ik natuurlijk beginnen met een stuk structuur. En dat is deze foto. Ik heb ergens nog een, een oud stuk doek gepakt. Dat heb ik gewoon uh, ja, niet gestreken zoals je net ziet. Op de grond gelegd, even een foto van gemaakt. En dit is dadelijk de structuur die ik over ga brengen in de vlag. Er moeten aan deze foto een aantal dingen gebeuren, wil ik hem dadelijk kunnen gebruiken. Om te beginnen moet ik hem eerst eens 8-bit maken. Het is belangrijk dadelijk, want het werkt alleen met 8-bits afbeeldingen. Dus ik ga naar afbeelding, modus en ik zet hem op 8-bit. En nu is in dit geval dit ook een slim object. Nou, dat is eigenlijk ook gewoon helemaal niet nodig. Dus ik ga de laag verenigen tot één laag. En ik moet de kleur eruit halen, want met deze kleur kan ik eigenlijk niks. Ik ga dadelijk de vorm van deze foto gebruiken, de verschillen tussen licht en donker, waarmee je die diepte dus ziet van de doek. En op de kleur zit ik helemaal niet te wachten. En dat doe ik in één keer met de sneltoets Ctrl, Shift en U. En dan haal je dus alle verzadigingen eruit en krijg je eigenlijk gewoon een zwart-wit foto. En deze ga ik opslaan. En dat doe ik in dit geval even op mijn bureaublad en ik noem hem een vlag. Dit document nog niet sluiten, dit heb je dadelijk op twee manieren nodig. Ik ga nu namelijk mijn vlag maken. En dat doe ik door een nieuw document aan te maken met Ctrl-nieuw. En het is belangrijk dat dadelijk de documenten allebei even groot zijn. Nou, dat staat in dit geval al ingesteld. Dus ik klik op maken. Heb je nou een vlag die kleiner is dan je structuur of andersom? Met Ctrl-Alt en I ga je naar de afbeeldingsgrootte en kun je eventueel nog gewoon het formaat veranderen. De vlag. We gaan een Nederlandse vlag maken en die bestaat uit rood, wit en blauw. En dat is een verhouding van 3 bij 2. Dat is dit document ook. En ik ga dat even gewoon mooi in drieën delen. Ik maak gemakshalve even een nieuwe laag aan. Dat doe ik met Ctrl Shift en N. En ik sleep vervolgens daar mijn selectie overheen. En deze vul ik met mijn voorgrondkleur, rood in dit geval. En de toetsencombinatie Alt Backspace. En aan de onderkant maak ik ook die selectie. En die vul ik met mijn achtergrondkleur blauw. Ctrl-backspace. En het is gevuld. En dit verenig ik allemaal weer tot één laag met Ctrl-Shift en E. Dit is dus mijn Nederlandse vlag. Nou, en daar moet dadelijk die structuur overheen. Maar voordat ik dat doe, wil ik eigenlijk gewoon eerst een paar kleine dingetjes veranderen. Ik wil eigenlijk de inhoud van deze structuur overbrengen naar uh, mijn vorm van mijn vlag. En dat doe je met verplaatsen. En dat vind je hierboven bij Filter, Vervorm en dan Verplaatsen. Nou, dan moet je in dit geval even deze waarden overnemen. Dus de horizontale schaal wordt 20, de verticale schaal ook 20. En we gaan uittrekken tot Passend. En beeld omslaan selecteren. En je drukt op OK. En vervolgens krijg je dus gewoon een uh, verkennervenster voor je neus. En moet je dus even op zoek gaan naar je oorspronkelijke vlagbestand. Nou, dat hadden wij dus gewoon op het bureaublad gezet. En ik dubbelklik daarop. Photoshop gaat aan het rekenen. En komt met dit terug. Op zich lijkt er niet zo gek veel veranderd. Maar in de rand tussen de kleuren eh, zijn wat veranderingen toegepast. En dat is niet gewoon een willekeurig kartelrandje. Dat is gebaseerd op mijn structuur. En nu ga ik die structuur dus overbrengen naar de andere foto. Dus vanuit de foto met mijn structuur pak ik gewoon de laag op. Ga ik naar boven naar het andere document. En laat ik hem daar gewoon bovenop vallen. En met het verplaatsgereedschap zet ik hem nog gewoon even netjes in het midden. Als ik deze laag uitzet, hier heb ik dus mijn kleuren van mijn vlag met een verloop op de randen wat we daar straks hebben aangebracht, en ik heb daar de structuur boven. Nou, en nu kun je die vlag gewoon zichtbaar maken door deze laag te veranderen van normaal naar fel licht. Alleen ik vind dit niet helemaal perfect. Ik vind dit leuk uitkomen in het wit. Maar ik vind het niet mooi uitkomen in het rood en blauw. Eventueel zou je nog bijvoorbeeld voor bedekken kunnen kiezen. Dat vind ik in het blauw al veel fraaier, of voor zwak licht. Maar je ziet: bij bedekken en bij zwak licht is het wit gewoon niet zichtbaar, en bij fel licht wel. Dus we gaan fel licht alleen toepassen op de witte kleuren. En dat ga je heel makkelijk doen door gewoon een laagmasker te maken. Ik selecteer allereerst de laag achtergrond en ga bovenbij selecteren naar kleurbereik. En ik selecteer gewoon netjes al het wit. Ik moet wel even die bovenste laag afzetten. Want anders moet ik er veel te veel gaan selecteren. En als je het wit hebt geselecteerd, pak je gewoon de laag waarop je het wilt doen. En je maakt hieronder gewoon een masker aan. Nu is jouw structuur toegepast door middels van het laagmasker op alleen de witte kleur. En dat gaan we ook even doen voor de andere twee kleuren. Dus ik dupliceer de laag met Ctrl J. En dan wordt het effect nog een keer herhaald op het wit, omdat het masker zo is. Maar ik kan het masker ook gewoon selecteren. En met ctrl-I draai je het masker om. En dan wordt het effect dus niet meer toegepast op het wit. En dan kun je dus kiezen voor bijvoorbeeld zwak licht. Eventueel, als je het in het wit wat te veel vindt, kun je daar de dekking van terugzetten. En zo kun je het laten. Ik ga nog een klein beetje de niveaus aanpassen. En die ga ik koppelen aan de laag van. Mijn aanpassing op rood en blauw middels een uitknipmasker. Dat vind je hier. Geeft net iets meer structuur erin. En op deze manier heb ik dus de structuur van mijn doek overgebracht naar de vlag die ik heb gemaakt. En is het gewoon echt alsof ik een Nederlandse vlag heb gefotografeerd. Ik zou zeggen: bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. En doei. doei.